zijn binnen op de begane grond, gelukkig maar. Rechtstreeks door het uit 16 draaideurcombinaties bestaande draaideurodorium. Een attractie voor de kinderen. Zijn we eenmaal binnen gecatapulteerd, bevinden wij ons meteen op de lange rode loper. Namelijk de Boeken Top 10 Torengalerij. Precies wat de mensen willen. De ACO Boeken Top 10 Toren, de Bruna Boeken Top 10 Toren, de Libris Boeken Top 10 Toren, de CPMB Boeken Top 10 Toren, de HP De Tijd Fictie Boeken Top 10 Toren, de HP De Tijd Non-fictie Boeken Top 10 Toren, de Kinderboekenweken Boeken Top 10 Boekenweken Toren. En helemaal aan het eind van de Boeken Top 10 Torengalerij, Geert Mak in een dikke trui op een poef. Want de vrouwtjes willen ook wat. Komen we parallel aan de Boeken Top 10 Torengalerij in de Tea Room. De Tea Room heeft ook koffie- en chocolademogelijkheden en gebak in de muffinsfeer. En een speciaal compleet limonadorium. Zijn we de Tea Room en het limonadorium uitgekomen, helemaal verzadigd, bevinden wij ons al meteen in het ontzagwekkend grote roltrappodroom. 175 roltrappen, maar wij hebben alleen die nodig naar de tweede etage, naar het Fantasy Palace. Alle boeken over fantasy, 1 hectare Harry Potter, 1 hectare J.R.R. Tolkien. Zeg maar al die boeken waarvan je als je uit hebt dat je ze zegt, ja wacht eens even, dat ken niet. Komen we alweer op de derde etage bij het reis- en trekgebeuren. De reisboeken, de atlassen, de hebbendingetjes, de tapasbar, het backpackerscafé, de Lonely Planet Shoestring Climbing Wall, waar u uitgedaagd wordt aan uw eigen schoenveters naar de tiende etage te klimmen. En natuurlijk het Dolf de Vries rugzak gebeuren. Komen we alweer aan de vierde, vijfde en zesde etage, tezamen vormend het multimediarium. Audio, video, stereo, radio, cd, dvd, lp, mp3, 4, 5 tot en met 9. CD writable, CD rewritable, CD unwritable, CD unrewritable, CD herunrewritable, CD non-herunrewritable. En speciaal voor de liefhebbers van de CD-ROM, het CD-ROM-bombarium. Zijn we alweer op de zevende en de achtste etage, daar zal je ze dan toch hebben. De boeken. En wat voor boeken? We hebben esoterie, parapsychologie, religie, management, gezondheid, flora, stukje fauna, transport, stoomtreinen, racewagens, gezondheid, bevallingen, rotstuinen, kleine knaagdieren. Even een kleine vraag. Waar komt bij jullie precies de literatuur? Maar literatuur, die hadden wij gepland op het overloopje tussen de 12e en de 13e etage. Daar vindt u de kast Nederlandse literatuur, uiteenvallend in de segmenten Nederlands leesbaar, Nederlands onleesbaar en Nederlands volstrekt onleesbaar. En daarvoor, plat op een heel klein laag tafeltje, de gedichten. De poesie, de rijmpjes, de versjes, de liedjes, de deuntjes. Zeg maar alles wat een beetje in de maat loopt en aan het eind van het woord globaal op elkaar lijkt. Tevens op de literaire etage, uniek voor dit continent, de literaire handtekeningen brasserie. Daar zal de heer Zwagerman en mevrouw Van Rooyen zullen daar op elke eerste maandag van de week mekaars boeken komen signeren. Tevens zal mevrouw Van Rooyen daar aan het eind van iedere sessie schrijlings met haar literaire muts op de kopieerapparaat gaan zitten. Zodat alle aanwezigen met een leuk aandenken weer naar huis gaan. Wordt het zoiets of wordt het heel wat anders, denk je? Ja, zoiets wordt het wel, ja. Ja, dat dacht ik al.